van aardappel tot frietje. Maar hoe werkt dat precies? Dat ga ik je nu laten zien. In de vorige vlog heb ik eigenlijk de aardappel uitgezwaaid richting de boer. En nu staan we bij de fabriek. Kun je mij iets meer vertellen over Lamp Westermeijer? Zeker. We maken hier al meer dan 25 jaar friet. En we zijn de grootste in Europa die dit doet. Oh echt? Ja, zeker. Deze fabriek wel. Naast deze fabriek hebben we ook nog een nieuwe fabriek gebouwd laatst. Daar maken we aardappelvlokken. Daarmee zorgen we dat we de hele aardappel zo duurzaam mogelijk kunnen gebruiken. Dus een duurzaam bedrijf? Zeker weten. Top. En waar komt die aardappel dan binnen? Dat ga ik je laten zien, maar dan moeten we ons eerst even omkleden. Eerst even omkleden en dan kunnen we de fabriek in. Ik zie hier al heel veel aardappelen. En hoe verloopt het proces vanaf hier? Nou, vanaf hier gaan ze de trailer uit. En dan gaan we ze schoonmaken en in de juiste maat sorteren. We hebben in de fabriek 50 verschillende controlepunten waar de operator verantwoordelijk voor zijn. Te zorgen dat de kwaliteit goed blijft. En we zijn nu bij het eindstation. Wat moet er nu nog gebeuren? Nou, we hebben hiervoor gezien hoe het friet ingepakt werd en op pallets gezet wordt. Hier zijn we aan het wachten tot de vrachtwagen de pallets op komt halen. En waar gaan die frietjes nu naartoe? Met de vrachtwagen gaan ze nu naar de verschillende verkooppunten. Dus misschien liggen ze binnenkort wel op jouw bord. Nou, dat lijkt me lekker. Gaan wij samen frietjes eten? Dat is een deal.